Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman. Welkom bij de vijfde aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel duiken Ingvild Ingels en Steven de Smet in de wonderwereld van politie en veiligheid. In ter land, ter zee en in de lucht trekken we naar het Markedal van burgemeester Joris Nachtegaal. Maar beginnen doen we met Op de Agenda. In deze rubriek Op de Agenda werpen we een beetje een eigenzinnige blik op de politieke agenda. En dat doen we deze keer met federaal parlementslid Michael Freilich. Welkom. Dankjewel. We gaan het over de agenda hebben. En nu heb ik toch wel gelezen dat u vader bent van vier zonen. Dan kan ik me inbeelden dat los van de politieke agenda, de rest van uw agenda door uw zonen wordt opgenomen. Dat is inderdaad waar. Gelukkig staat mijn echtgenote ook paraat om mee te helpen. En ze zijn eigenlijk allemaal nog vrij jong. De oudste is er 17, de jongste is er 5 en dan de andere twee ertussenin. Dus zeker met de herfstvakantie achter de rug is het toch wel wat werk geweest. Maar we nemen dat erbij en ben heel blij. Dan ziet uw vrouw wel af met zoveel testosteron in huis natuurlijk. Ze staat haar mannetje, zal ik het zo zeggen. Ook zij. Goed. Meneer Freilich. Toen u in aanloop van de verkiezingen van 2019 aankondigde dat u naar de politiek zou overstappen, dan verwees u naar uw grootvader Louis Davids als uw inspiratiebron. Kan u daar nog eens iets over doen? Ja, mijn grootvader is jarenlang hoofdredacteur geweest van het van Belgisch-Israëlitisch Weekblad. Dat is een heel lang woord natuurlijk, maar dat staat eigenlijk, dat was de voorloper van Joods Actueel. Ja. En hij heeft zich altijd ingezet voor een goede kennis van de Nederlandse taal binnen de Joodse gemeenschap. Ja. En hij heeft daar jarenlang op gehamerd. Vandaag is dat uiteraard een evidentie. Maar hij is daar al mee begonnen in de jaren 50, toen er heel veel Frans gesproken werd, ook nog in Antwerpen op school. Ja. En hij heeft altijd gezegd van nee, dit is Vlaanderen, dus de Joodse gemeenschap moet perfect Nederlandstalig kunnen zijn. En hij heeft dan ook een krant opgericht voor het Joodse publiek. En hij heeft ook altijd de banden aangehaald met de Vlaamse beweging. En ik ben hem nadien in die voetsporen gevolgd. Ja, mooi. Het woord viel al, Israël. Nu, u hebt daar ook gestudeerd. Ik denk dan dat u de verkiezingen in Israël iets nauwgezetter volgt dan dat ik dat zou doen. Of zie ik dat verkeerd? Wel, het woord Israël heeft de referentie op de staat, maar het woord Israëlitisch heeft dan weer referentie op de godsdienst. Ja. En dat is waar veel mensen een fout maken, want het is dus de Israëlitische godsdienst, wat betekent de Joodse godsdienst. Ja. Maar voor alle duidelijkheid, en dat is een fout die heel veel mensen maken, men denkt dat de Belgische Joden de Israëlische nationaliteit zouden hebben. Ja. Maar niets is minder waar. Ja. Want je hebt een heel groot verschil natuurlijk tussen enerzijds uw nationaliteit, paspoort, en voor ons is dat dus Vlaming. Ja. En anderzijds uw geloof. En net zoals er katholieken zijn of protestanten, heb je ook Joden. En de Joodse gemeenschap in België is trouwens al ouder dan ons land zelf. En heeft dus op zich een emotionele band met Israël, een andere Joodse staat. Maar stemmen doet de Joodse gemeenschap van België hier. Belastingen betalen doen we hier. En als er ooit legerplicht zou zijn, of als er het in het verleden was, dan gingen de Belgische Joden naar het Belgische leger en niet naar het Israëlische leger. Dus meer dan het emotionele band is er niet. Dat is wel belangrijk om dat te vermelden. Dat is wel goed dat ik dat zo eens uitlegt. Als we het over de politieke agenda gaan hebben, wel, u hebt daar eigenlijk wel zelf uw stempel op gedrukt de afgelopen dagen met het onderzoek naar Bpost. Dat onderzoek heeft wel wat gevolgen gehad, want de CEO van Bpost heeft zelfs een stapje opzij moeten zetten. Laat ons beginnen bij het begin. Eigenlijk draait alles om de 170 miljoen euro, als ik 175, 170, dat schommelt. Ja, die dus Bpost jaarlijks krijgt om aan krantenbedeling te doen. Ja. Nu vraag ik me af, waarom krijgt Bpost zoveel geld om dat te doen? Is dat wel het best mogelijke systeem dat er bestaat? Dus dat systeem bestaat al jaren. En de reden die men aanhaalt is
dat men de pluriformiteit van de pers, dat is een lang woord, niet in het gedrang wil brengen. Dus de pluriformiteit betekent dat je er als overheid voor zorgt dat er genoeg vrije pers bestaat. Ja, verschillende visies, dat iedereen zijn mening kan geven. Ja. En men stelt dat als die subsidie er niet zou zijn, want dat is het, uiteindelijk is het een subsidie, waarbij dat de kost van een abonnement mee door de overheid wordt gesubsidieerd, zodat die bedeling van de kranten niet te veel kost. Dus dat is de reden dat men daarvoor opgeeft. Maar zodanig dat iedereen in staat is om zijn krant om zijn krant te kopen. Vandaag weet je, een abonnement kost ongeveer een jaarabonnement op een krant rond de €300. Ja. Zonder die subsidie zou dat misschien €400 zijn en dan zouden velen afhaken. Het probleem natuurlijk is dat het systeem vrij complex in elkaar zit en dat als de ware reden zou zijn dat men de persbedeling wil helpen, dat men dan ook bijvoorbeeld de digitale media zou ondersteunen, hè? Mm-hmm. Maar evenzeer de dagbladhandel ondersteunen. Dat gebeurt bij ons niet en toch maken zij ook deel uit van het landschap die kranten aan de man brengt. En in Frankrijk bijvoorbeeld is dat wel het geval. Daar krijgt ook een dagbladhandelaar een kleine subsidie voor elke krant die hij verkoopt om net die prijs te kunnen drukken. En het probleem hier is natuurlijk dat je daarmee een heel pervers systeem gaat opzetten door heel dat subsidiemechanisme. We hebben het over €175 miljoen. Ja. Maar, dus dat is 11 miljoen Belgen die er elk jaar voor betalen, maar het gaat slechts om 400.000 bedelingen die je daarmee betaalt. Want in de grote steden zijn het privéspelers die dat doen. En het probleem met dat contract is al veel langer dat je daarmee ook een oneigenlijk speelveld creëert voor Bpost, die dat eigenlijk als kaskoe gebruikt. Ja. En dat contract is ook volledig op maat geschreven van Bpost. Dus geen enkele andere firma zou dat contract kunnen binnenhalen. Dus één zaak is duidelijk, het is de PS en de vakbonden van Bpost te vriend wil houden en daarom die subsidie jaarlijks blijft geven, terwijl dat op een legislatuur toch om €800 miljoen gaat. En het is natuurlijk ook heel vervuilend. Dus ik heb altijd gezegd, dit is een regering die zegt, wij zijn de groenste regering ooit. Wel, je moet beseffen dat je honderden miljoenen euro's pompt in wat eigenlijk een verouderde en vervuilende Een verouderd medium, papier drukken, dus honderden, duizenden tonnen. Je hebt inkt, dat is ook niet zo'n milieuvriendelijk product. En nadien de bedeling deur aan deur gaat subsidiëren. Ja. En dan denk ik, als je echt zegt, wij zijn een groene regering, dan ga je de digitale media meer stimuleren. Dan ga je ouderen vragen van, leer om met een tablet om te gaan, bijvoorbeeld. Ja, dus heel dat systeem zit eigenlijk een beetje eigenaardig in elkaar. Je kan je ook afvragen, is dat nog 2022, dit systeem? Maar je bent daar nog meer ingedoken en je hebt wel nog wat meer ontdekt. Zo. Ja, ik heb verschillende zaken ontdekt. Ten eerste, de kostprijs die Bpost aanrekent voor de bedeling van een krant ligt bij ons 3 keer hoger dan in het buitenland. En hoe zou dat komen? Hè? Want bij ons vraagt Bpost zo'n 80 cent, waarvan een deel door de overheid betaald wordt en een deel door de krantenuitgevers. Maar in Nederland is dat de helft of minder. Ja. Dus hoe kan dat? Dus, en dan ben ik gaan graven. Het is niet dat wij zo anders geconstrueerd zijn van als integendeel, land. Nee, ik bedoel, wij zijn veel dichtbevolkter. Dus dat zou betekenen dat de prijs hier per bedeling naar omlaag moet. Ja. Maar ik ben inderdaad gaan graven om te zien van hoe komt dat? Wie houdt daar controle op? En het is tijdens een van die gesprekken dat mij ter oren is gekomen dat er mogelijk iets grondig fout zit. En het zou gaan om collusie. Collusie is een moeilijk woord, maar betekent eigenlijk samenzwering, waarbij de top van Bpost samen met de krantenuitgevers een plan hadden bedisseld om de kostprijs voor de overheid en voor de subsidie zo hoog mogelijk te krijgen. En ik heb dan En met samenzwering wilt u zeggen afspraken gemaakt die eigenlijk niet gemaakt zouden mogen worden. Klopt. Afspraken gemaakt die niet gemaakt mogen worden. Ik heb dan ook strategisch gewacht om vragen in te dienen aan de bevoegde minister van Bpost, dat is Petra de Sutter. Die komt 1 keer per maand naar het parlement. Dus ik heb afgewacht tot 5 dagen ervoor mijn vragen ingediend op een donderdag, wetende dat zij dinsdag daarop naar het parlement komt om die antwoorden te geven. En wat blijkt? De avond voordien, luttele uren voordat zij naar de Kamer kwam, op maandagavond laat, heeft Bpost een communiqué de wereld ingestuurd met de mededeling
dat de grote baas, CEO Dirk Tiré, een bedrijf met meer dan 36.000 werknemers, plots een stap opzij zet. Dus daar kon ik al heel duidelijk zien van mijn vragen zijn inderdaad heel gericht geweest en hij kon eigenlijk niet anders. Ja, mooi. U bent eigenlijk een beetje als een soort onderzoeksjournalist aan te werk gegaan. Ja, dat is zo. Ik heb vroeger jarenlang Joods Actueel geleid als hoofdredacteur. Ja. Dus dat journalistiek instinct, ben ik niet verloren. En ik heb ook altijd gezegd van, ja, als je in de politiek gaat, dan mag je ook graven. Dan moet je ook zorgen dat de vragen die je stelt, dat je daar ook je nodige research voor doet. Ja. En dat heb ik gedaan in de zaak van de mondmaskers van AVOX bijvoorbeeld. Ja. Waarbij dat sommige collega's zeiden van, ja, Michael, is dat nu de taak van een parlementslid om tot in Luxemburg te gaan om te zien naar het adres van die postbusfirma? En ik zei, waarom niet? Ik kan dat doen. Ja, nu, de vraag is, u onderzoekt dat, u stelt dingen aan de kaak. Nu, wat zouden de next steps dan moeten zijn voor de betrokken ministers? Hoe kunnen zij nu inspelen op hetgeen jij ontdekt hebt? Vooraleer dat ik op uw vraag antwoord, wil ik misschien, als het mag, even ingaan op die collusie. Ja. Hoe is die samenzwering nu gebeurd? En ik kan dat ook exclusief hier voor het eerst komen vertellen. Ik heb de voorbije dagen intensief onderzoek gedaan. Ik heb met verschillende mensen gesproken die in de branche actief zijn. En de informatie die mij nu bereikt is volgende. Namelijk, en dat je moet weten, Bipost doet niet alleen de bedeling van de kranten en de tijdschriften aan huis bij de mensen, maar die doen ook de bedeling naar alle dagbladhandelaars en alle krantenwinkels. In stations, in ziekenhuizen, in de hoofdstraten, overal. Ja. En wat gebeurt er de voorbije jaren, is het volume van de gedrukte media gedaald. Elk jaar ongeveer 13% minder. Dat betekent dat prijs voor het rondbrengen van de kranten naar een krantenwinkel, die prijs blijft altijd gelijk. En het maakt de chauffeur niet uit of dat hij 50 kranten bij heeft of 100 kranten. Ja. Maar voor wie kost het wel meer? Dat is voor de uitgevers. Want zij moeten hun vaste prijs delen door steeds minder kranten. En hier begin je al te voelen van hoe het zou kunnen zijn misgelopen. Want de Post heeft dus begrepen van de uitgevers, we kunnen die wel iets geven. En nu blijkt dat Bipost een deal gemaakt heeft, of wilde maken met de uitgevers, waarbij dat ze zeiden van, in ruil voor het feit dat wij dezelfde prijs zullen hanteren, ook al hebben jullie minder volume, wij pakken die kost wel op ons, maar we willen wel iets in ruil. Wat is dat? Wij willen dat de aantallen die jullie doorgeven aan de overheid over het aantal kranten dat wij hebben bedeeld, dat jullie die hoger zetten. Want Bipost krijgt voor die 175 miljoen, dat is geen bedrag die ze zomaar krijgen. Dat is rekening houdende met het aantal kranten dat ze bedelen. Maar ook daar, het aantal kranten gaat voor hen ook naar omlaag, omdat er minder mensen zijn die een abonnement nemen. Ja. En daar kan dus weer worden gespeeld, waarbij dat je moet weten, elke bedeling van een krantenronde, een postbode krijgt meer kranten mee op zijn ronde dan hij effectief nodig heeft. Dus als er 200 kranten moeten worden bedeeld, dan krijgt hij 220 kranten mee. Ja. Waarom? Sommige kunnen vallen, kunnen vuil worden, kan beschadigd worden door regen. Ja. Dus die extra's, die retours, daar kan natuurlijk nadien mee worden gespeeld. En zou, dat is natuurlijk iets dat nu het gerecht moet verder gaan onderzoeken, Bipost zou dus gezegd hebben aan de uitgevers, jullie gaan die cijfers iets omhoog zetten van het aantal kranten dat wij krijgen, of een oogje dicht doen over het aantal retours. En in ruil daarvoor gaan wij ervoor zorgen dat de kosten die jullie betalen voor het bedelen van de kranten naar de dagbladhandelaars, dat wij die extra kost op ons nemen. Dus zo zou de collusie eigenlijk zijn gebeurd. Ja, u zegt zou. Hoe moet dat nu helemaal worden in detail worden uitgezocht, hoe het dan van zou naar feiten? Als onderzoeksjournalist, of in mijn geval onderzoeksparlementariër, is wat ik kan en mag doen natuurlijk beperkt. Ik kan met mensen spreken, maar ik kan niemand dwingen om informatie te geven. Het enige orgaan dat kan doen, is het gerecht. Het gerecht kan invallen doen, kan mensen onder ede ondervragen, dat kan ik niet doen. Nee. En kan dan effectief ook hard maken wat ik nu vernomen heb uit mijn kringen. Dus nu is het effectief aan de verschillende instanties. We weten dat er een klacht is neergelegd bij de BMA, dat is de Belgische Mededingingsautoriteit, ook bij het FSMA,
omdat Bpost een beursgenoteerd bedrijf is. En als zij in hun onderzoek... Dat is nu, de beurswaakhond. De beurswaakhond, inderdaad. Ja. Als zij nu zien dat er genoeg elementen zijn om dit door te geven aan het gerecht, wat ik vraag, en ik heb ook vanaf dag 1 gezegd dat de minister dat moet doen, dan zullen we inderdaad het onderste naar boven kunnen spitten. Ja, maar ik vermoed dat u dat niet zomaar doet, dat u toch wel gegronde redenen heeft. Ja, ik bedoel, uiteraard. En het feit dat Dirk Thierry op basis van mijn vragen een stap opzij heeft gezet, toont toch wel duidelijk aan dat er inderdaad iets los is. Yeah. You're on to something, zeggen ze dan in het Engels. Goed, even terugkomen naar de vraag die ik eigenlijk daarvoor stelde, maar waar u terecht bij eventjes passeerde. Wat moeten de betrokken ministers nu gaan doen? Wat zijn de next steps? Wel, voor de N-VA is het duidelijk. Dat contract voor de bedeling van kranten en tijdschriften is nergens voor nodig. Ja. Dat is opnieuw weggooien van belastinggeld. Ja. Het probleem is ook, dat contract is op maat geschreven van Bpost. Eigenlijk is dat oneerlijk. Geen enkel ander bedrijf, ik heb er verschillende gesproken, die aan de bedeling doen van pakjes, of die bijvoorbeeld dergelijke kranten bedelen in het buitenland. Ik heb hen gevraagd... Die sowieso toch aan huis komen. Ja, zij zitten mee in dat systeem. Dat zouden kunnen doen. En zij zeggen mij allemaal, meneer Freilich, dat contract of die concessie, zoals dat heet, is geschreven op maat van één bedrijf. Wij kunnen niet meedoen, ook al zouden wij dat willen. Waarom? Ten eerste, het bedrijf moet bijvoorbeeld minstens 50 miljoen omzet gedraaid hebben de voorbije jaren. Wat betekent dat? Dat betekent dat als je een nieuwe vennootschap wil oprichten om dit te gaan doen, dan mag dat niet. Mag je al niet meedoen. Als je een bestaande vennootschap hebt, dan moet het werken met vast personeel in dienst. Dus dat betekent, heel veel van die pakjesbedrijven, die werken met onderaannemers. Ja. Komen zij ook niet in... aanmerking daarvoor. En tot slot, wat zegt de overheid? Heel slim. In plaats van elke maand de factuur te betalen voor de bedeling van die kranten, doen ze dat 1 keer per jaar. Dat betekent, Bpost, die hebben diepe zakken, die kunnen dat wel aan, maar dat betekent dat de nieuwe speler alles zou moeten prefinancieren. Vrachtwagens, personeel, distributiecentra. Ja. Dat maakt dat er maar 1 speler effectief kan meenemen, maar kan meedelen. En wie is dat? Bpost. En het probleem is, ik vind dat de overheid dus zelf schuldig is aan wat we nu meemaken, want ze creëren het speelveld waarbij Bpost zegt van, we gaan hier vals spelen. Ja, omdat wij het contract sowieso binnen hebben, laten we dan proberen om die prijs zo hoog mogelijk te krijgen. En dat is ook wat er effectief gebeurd is. Dus dat contract moet sowieso voor ons, daar moet een halt aan komen. Dat is eigenlijk niet voor nodig. Als men mij zegt, ja, maar er zijn een aantal plekken in dit land waar dat er heel weinig mensen wonen en daar is het economisch niet haalbaar om een krant te bedelen, dan zou ik zeggen van, zouden we kunnen gaan kijken, het kan daar heel specifieke gevallen voorkomen. Maar dan spreken we over 17 miljoen per jaar bijvoorbeeld, in plaats van 170 miljoen per jaar. Maar natuurlijk de PS en de vakbonden zijn tegen. En dan is het weer zo dat de Vlaming opnieuw de volle pot gaat betalen. Oké. Okay. U hebt al een heel drukke onderzoeksjournalistiek-achtige agenda achter de rug. En ik vermoed dat de volgende dagen dat u verder gaat graven en zoeken. Ik wens u alvast heel veel succes en dank voor dit gesprek. En voor ons op de agenda een tripje naar het Markedal van burgemeester Joris Nachtegaal in de rubriek Ter land, ter zee en in de lucht. We bevinden ons duidelijk in de lucht. Je kan het zien, de wind waait. We bevinden ons op het dak van de Vlaamse Ardennen, de mooie gemeente Markedal, waar ik, Joris Nachtegaal, vierde burgemeester van ben. We zijn een hele grote gemeente, we hebben 45 vierkante kilometer, maar we zijn dun bevolkt. We hebben maar 6.300 inwoners en uiteraard ken ik die bijna allemaal persoonlijk. Je ziet hier achter mij glooiende landerijen, bossen. Het landschap dat zo typisch is, ook voor onze voorjaarsklassiekers. En dat daarom ook heel veel toeristen naar onze streek trekt. We staan momenteel eigenlijk op een van de hoogste punten van Markedal. En alvast het punt waar je een prachtig uitzicht hebt. Ik zou ook iedereen die luistert of kijkt willen uitnodigen om eens langs te komen. Dat is op het Bosgat in Schorissen. Schorissen is een deelgemeente van Markedal. We hebben hier een uitkijkpunt gerealiseerd. Ik denk dat er een hele mooie realisatie is samen met Natuur en Bos. Ik nodig iedereen uit om zeker eens langs te komen en om eens te komen kijken. Ja,
Nou, je hoort hoe hard de wind hier waait en dat komt doordat we eigenlijk op een platform staan dat een beetje hoger ligt dan het terrein waarop het gebouwd is. En het geeft een prachtig zicht over de hele streek. Van hier kunnen we eigenlijk tot de volgende deelgemeente kijken, Nieuwkerk. Het is een fantastisch zicht en ik nodig iedereen uit om hier eens langs te komen. Rond Drie Koningen hebben we de Zotte Maandag-traditie. En op die avond, wel, dan kan je eigenlijk in elk huis, en het is eigenlijk avond en nacht, kan je in elk huis waar er licht brandt, mag je binnen gaan. Maar je gaat niet zomaar binnen, je gaat verkleed binnen. Je gaat verkleed binnen en de mensen geven jou iets om te drinken en om te eten en raden wie er achter het masker zit. En in sommige huizen komen er die nacht, en dat begint om 7, 8 uur 's avonds, maar dat duurt tot 5 uur 's morgens, op een gewone werkendag, komen er meer dan 200 mensen binnen die allemaal drank krijgen. En met die traditie horen een aantal heel specifieke gewoontes. Dus we eten bepaalde koekjes, kajorkes, we drinken bepaalde zaken. Het is echt fantastisch iets dat dan ook bestaat, dat er zoveel vertrouwen is dat mensen wildvreemden die verkleed zijn binnenlaten 3-4 uur 's nachts in het huis. Dat dan nog kan, vind ik fantastisch. De kindjes mogen dan tot 12 uur opblijven, die kruipen dan in bed. Ik ken die traditie nog van als ik zelf klein was, dat was elk jaar daar naar uitkijken. En vanaf 15, 16 jaar nemen die zelf deel en gaan die zelf ook de baan op en zetten die traditie verder dan bij hun kinderen. Een generatie op generatie blijft dat verder leven en dateert eigenlijk vanuit de middeleeuwen. Kunst bestaat er ook in om u zo te verkleden dat men het moeilijk heeft om te raden wie er onder de kleren en het masker verstopt zit. De kunst bestaat er ook in om eigenlijk altijd met andere mensen de baan op te gaan, want mensen houden echt lijstjes bij van als we één iemand raden, dan weet je, ja, die zit daar dan waarschijnlijk ook bij. Ja, ik ben van alles al verkleed geweest, in een dikke prinses, in een voetballer, in alles, alles wat je maar kan bedenken. Je gebruikt je eigen stem niet, dus iedereen gebruikt een hoge vrouwenstem, wat natuurlijk tot hilarische taferelen leidt, waarbij dat je, als je soms binnen zit in één huis met 30, 40 man, dat iedereen met een hoge stem praat. Dus ja, dat is eigenlijk een fantastische traditie. Het meest grappige was dat ik op een bepaald moment effectief telefoon kreeg, terwijl ik bij mensen thuis zat, met de melding van de politie dat er in een bepaalde straat in Markedal dieven gesignaleerd waren. Nu, na controle bleek dat inderdaad inwoners zijn die als dieven verkleed waren en als dusdanig zijn opgepakt geweest. Tijd voor de expertenbabbel en onze expert van dienst is Steven de Smet, alias de Flik, want zo heet zijn Twitternaam, of zo is zijn Twitternaam. Een vrij wijs man ook, want Steven de Smet was tot voor zijn recente pensionering hoofdcommissaris bij de Gentse Flikken. Samen met federaal parlementslid Ingvild Engels duik ik in zijn boek met de iets wat eigenaardige titel Quantum Veilig. Steven de Smet, Ingvild Engels, welkom. Mevrouw Engels, er is een connectie tussen jullie beiden, er is een Gentse connectie. U studeerde in Gent. Ja, ik heb in Gent gestudeerd, ik heb daar sociologie gestudeerd, maar ik ben daar ook 10 jaar blijven hangen. Dus ik ben ook wel een beetje verknocht aan Gent. Ja, zoals veel West-Vlamingen, ja, natuurlijk. Ja. U kwam na uw studies terecht in de politiek. Ja? U legde zich daartoe op crisismanagement en veiligheid en alle mogelijke tools die daarbij komen kijken. Van waar die interesse van sociologie naar die onderwerpen? Mijn overstap naar de politiek is eigenlijk heel recent. Ik heb eerst 20 jaar gewerkt op het crisiscentrum. Mm-hmm. En ik deed daar vooral noodplanning en veiligheid. Dus daar had ik al heel vaak te maken met politie of politionele items. Ja. Zoals terrorisme, maar ook nucleaire noodplanning, overstromingen, dat soort zaken deed ik daar. En ook de meer technische kant, de tools, wat interesseert u daar? Ja, dus het leuke aan noodplanning en crisisbeheer is dat je moet samenwerken. Dus je hebt 5 disciplines, waarvan politie er 1 is, maar je hebt ook brandweer, medisch, communicatie, logistiek. En dus moet je eigenlijk al die partners aan tafel krijgen en u de vraag stellen, wat als? Eigenlijk vertrekken we van de wat als-doctrine. Stel dat er een grote ontploffing gebeurt, of er is een grote overstroming, of een terroristische aanval, of een nucleaire bom, wat doen we? Ja. En dan moeten we gaan kijken, oké, wie heeft welke expertise, wat zijn uw bevoegdheden, hoe gaan we samenwerken? Ja. En we gaan dat voorbereiden in plannen, we gaan dat oefenen en hopelijk moeten we het nooit gebruiken, maar als we het moeten gebruiken, dan zijn we op elkaar ingespeeld. Ja, okay.
En een van die actoren is dan de politie. Komen we bij jou uit, Steven. Ja. Mag ik jou een politieman noemen die altijd PR hoog in het vaandel heeft gedragen? Goed, ja, dat komt door Flik natuurlijk, hè, door die reeks die we ooit kunnen lanceren hebben. Met Gentse Flikken te maken, met de Flikken-serie? Om het kort te zeggen, wij kwamen uit een zeer diepe periode met de politie Gent. Chris de Stoop, een journalist van de KNAK, had een boekje geschreven, Ze zijn zo lief, meneer. Ja. Ging het over internationale vrouwenhandel. Daar waren mensen uit ons korps bij betrokken. We hebben een parlementaire onderzoekscommissie dan gehad. Het personeel weigerde nog buiten te gaan, dus zo diep zat de crisis. Ja, ja. En dan krijg je een telefoontje en van Steven, dit kan toch niet meer, we moeten dat korps heropbouwen, wil je meehelpen? Mm-hmm. Ik kan u nu de naam zeggen, de telefoon kwam van toenmalig professor Brijs Druijver, Weiland Brijs Druijver. Ja, ja. Natuurlijk wil je meewerken, je bent jong officier, je krijgt een wortel voor je neus, dat is goed voor je loopbaan. Ja. Mm-hmm. En waarom? Ik kreeg de opdracht, en dat duidelijk is, ik niet alleen. We waren met een groep mensen die dat mocht doen. Maar gelet op mijn ervaring in het hooliganisme en de contacten met de pers, kreeg ik eigenlijk de opdracht, Steven, wil jij het korps terugverkopen aan de bevolking? Ja. Dat was mijn opdracht. En dan heb ik zo de eerste fietsbrigade kunnen lanceren in Gent en eigenlijk in West-Europa. Maar het idee was natuurlijk, 20 januari 1998 gingen gaan eten met Erwin Provoost, die een nieuwe serie wou maken over tracks, spoorwegpolitie. En na 3 uur praten, overal vertel me ik aan het woord, zei hij, maar dat ik je bezig hoor, zegt hij, zou ik beter een serie maken over de politie van Gent? Ik zeg, heb je het begrepen? En zo is Flikken eraan gekomen. Is geschiedenis natuurlijk. Ja, we gingen 1 jaar 13 afleveringen hebben. Het heeft 10 jaar geduurd, met Flikkendagen met 100.000 bezoekers. Maar wat ik daar vooral uit geleerd heb, politioneel. Mm-hmm. We hadden toen nog een veiligheidsmonitor. Ja. En door die serie scoorden wij ineens dubbel zo goed of de andere grootkorpsen. Daar we dat de criminaliteitscijfers, als je die zag, die zeiden, dat klopt niet, want dat is gelijklopend. Ja. Maar natuurlijk, als je een Gentenaar geënquêteerd werd vanuit Brussel over de politie, die sprak niet meer over de politie, maar die sprak over mijn Flikken. En, en daarvan de ervaring dat inderdaad op dat moment, ik zei, figures are facts in management, nee, feelings are facts. Geen lege dozen verkopen, maar als je een doos hebt, prachtig inpakpapier, het liefst nog een grote strik er rond om het naar de bevolking toe te brengen. Ja. Een van die cadeautjes, het is al uitgepakt, jouw boek kwam toen veilig, het ligt hier op tafel. Dat boek heeft, vind ik, een beetje een iets wat eigenaardige titel, Quantum Veilig. Kan je die titel even uitleggen? Het is eigenlijk het vervolg op mijn vorige boek, dat 10 jaar oud is, Die Nieuwe Politie. En op dat moment, eigenlijk met daarmee naar buiten komen, De Nieuwe Politie, kreeg ik zeer veel reacties. Hè, want wat is hij nu van plan? Waar komt dat? De Nieuwe Politie, wil hij een nieuwe politiebouw? En ik moest enorm veel energie erin steken om mensen eigenlijk de inhoud duidelijk te maken. Ja. Nu, quantum, je weet, we spreken binnenkort van quantum computers, quantum veiligheid. Ja. Quantum is het kleinste deeltje, maar is een groot deel van een geheel. En ik heb mij laten leiden eigenlijk door de generatie, zal ik maar zeggen, van mijn kleindochters. Mm-hmm. De oudste is 13, de jongste is 3. En dat is een generatie die digitaal echt normaal vindt. Die praten niet meer over, maar hun denkproces is wel in die richting al gegaan. En ik probeer met Quantum Veilig ervoor te zorgen, in de hoop dat die generatie nog een reguliere politie zou hebben. Wat bedoel ik daarmee? Een democratisch gecontroleerde politie. Maar daar zullen misschien straks nog verder gaan. U pleit in het boek eigenlijk, als ik het goed gelezen heb, voor een volledige hertekening van de politie-sector. Ik weet dat je dat niet ziet, maar ik ben 65, dus ik ben ook op pensioen gegaan. Ja. Nee, ik probeer te denken in overmorgen. Niet meer, en terecht, hè, er zijn zeer veel collega's, zeer veel mensen die doende zijn met de politie vandaag en proberen dat op de rails verder te zetten. Maar ik richt mij op die generatie van mijn kleindochters en ik denk aan overmorgen. Wat kan er overmorgen gebeuren? En hoe gaan we vandaag zaadjes planten, zodanig dat we tegen overmorgen klaar zijn? Ja. De digitalisering verdubbelt om de 2 jaar van snelheid en capaciteit. Mm-hmm. Kijkt iedereen, de tijd van de smartphones, dat is nog maar van 2007, maar het is al van 2007, wat dat allemaal, niet wat wij met de smartphone doen, maar wat de smartphone met ons gedaan heeft. Hoe wij veranderd zijn. Of dat wij veranderd zijn. En dat probeer je dan ook mee te geven, omdat het zodanig snel gaat in de huidige maatschappij, dat we echt wel een tandje moeten bijsteken. En ik ga dus niet echt over hoe moeten we de politie nu op de rails, nee. Welke politie willen we overmorgen hebben
die nog altijd democratisch gecontroleerd is. En dat is voor mij een essentie. Ja. En moet u vanuit uw eigen ervaring toch ook al gevoeld hebben dat, dat er daar zeker stappen moeten gezet Absoluut. Worden? Absoluut. Ik denk dat het huidige politiemodel is, ja, is versleten. Ik denk dat menig politieman van hoog tot laag kader daar absoluut mee akkoord is, dat het huidige systeem, we hebben nu 20 jaar geïntegreerde politie achter de rug, en iedereen voelt aan van hier klopt iets niet. We kunnen niet meer om met de uitdagingen van vandaag voor een stuk, maar zeker die van morgen. Laat staan die van overmorgen. Voilà, absoluut. En dus wat een van de zaken bijvoorbeeld die heel actueel was, was het Sky-ICC-dossier, waarin dat door puik speurwerk toch een en ander aan het licht is gekomen. Maar men ziet dat we die hoeveelheid van informatie en wat moeten we daar nu mee doen, dat is nog allemaal mensenwerk, terwijl dat daar eigenlijk van alles zou kunnen achterzitten die ons zou kunnen helpen. En een tweede element is dat criminelen, de georganiseerde misdaad, ja, die maken daar allemaal al gebruik van de zaken die hierin staan en de zaken van de toekomst. Terwijl dat er voor de politie nog geen wettelijk kader is om dat soort dingen te gaan doen. Laat staan dat er know-how is of investeringsbudget. Ja. Dus we zitten daar echt op een heel kritiek punt. Ja. De andere dingetjes die u aanhaalt in het kader van de digitalisering. Je hebt ook cyberbeveiliging natuurlijk. Welke suggesties heeft u daarin? Dat is een onderdeeltje. Ja. Als ik terug mag kijken, de politie, dat is een enorme naam, maar dat is een paraplu. Ja. Daar zitten tientallen jobs onder. En het is dat ik wel nu wil duiden. Door die snelle evolutie kunnen we dat niet houden. Onze hersenen kunnen dat niet aan. Als jong officier, als ik op dienst was en men kwam bij mij met een verkrachting, een moord, een verkeersongeval, een vechtpartij, met gelijk wat, ik gaf mijn directieven en ze voeren dan nog uit ook, omdat iedereen aanvaarde in die tijd dat ik de know-how had, ik had het juiste uniform aan, ik was de baas. Maar nu komt het dat zelfs jonge politiemensen, die dat traject zelf moeten aflopen, die bijvoorbeeld dan van 13, 14 jaar, lang voordat ze in dienst getreden, gepassioneerd zijn door een bepaald item, nee, nu wapens, verkeer, en die zitten alle dagen op de computer daar op zoek in doen, die komen binnen bij de politie en dat zijn eigenlijk al experts. Maar die botsen dan natuurlijk tegen die piramidale structuren. Menselijk begrijp ik dat, hè, want maar die botsen daar tegenop. En het is dat wat je nu voelt binnen de politie, dat die inderdaad die structuren, ik stond erachter, 98 vorige eeuw, zijn geïntroduceerd. Maar in 2007 is de smartphone uitgekomen en we hebben die structuren nooit aangepast. Dat kan we zijn niet mee geëvolueerd. De politie is niet mee geëvolueerd. Ik zou zeggen, het gaat zodanig snel dat je niet meer kan spreken van evolutie, maar dat je moet echt durven spreken van nieuw. Wij moeten het nieuw durven uitdenken. En die paraplu voor mijn en mijn zaken, maar dat is discussieerbaar, maar ik kan het maar op tafel werpen, dat moet de paraplu worden van maatschappelijke veiligheid. Ja? Waar dat politie maar een onderdeeltje van uitmaakt. En ik ben daar een idee van mij. Wat zijn dan nog politie? Wij dragen een wapen. Daar moet je een keer durven over denken. Waarom heb je een wapen nodig? En zoveel, een van de zaken die ik in mijn vorige boek al gezegd heb, is verkeer nog een politietaak? Voor mij niet. Verkeersveiligheid is essentieel. Dan komen we bij het heel belangrijke punt. De kerntaken. Wat denk jij dat de echte kerntaken zijn? En moeten er dingen inderdaad geschrapt worden of anders georganiseerd worden? Of, ja, dat is een heel grote vraag dat natuurlijk. Dat is een zeer grote vraag. Maar ik denk dat het een heel belangrijke vraag is. Want, men is nu bezig met proberen te hertekenen, blauwdrukken, klaarleggen. We willen de KUL-norm, de fameuze KUL-norm herzien. Dat is de financiering van de zones. Men wil van alles bekijken, maar men vergeet eigenlijk de eerste stap. Ja, de essentie. Dat is, welke politie willen we en moeten we nog zijn? Ja. Vandaag, morgen, overmorgen. En ja, dat begint natuurlijk van, wat zijn onze basistaken? Ik gebruik niet graag niet meer het kerntakendebat, omdat dat woord zo versleten is en al zo'n negatieve klank heeft gehad. Want er zijn al heel veel mensen die het geprobeerd hebben. En altijd stuit je op belangen, lokale belangen, vakbonden. Er is altijd wel iets. Ja. Dus we moeten die oefening globaler maken. Ik denk trouwens dat heel de overheid die oefening moet doen. Maar dat is, dus de politie zeker. Wat er voor mij belangrijk is dat die basistaken die er zijn, en die zijn heel mooi omschreven in de wet voor de lokale zones, dat die een soort kwaliteitslabel krijgen. Dus dat, voor mij is dat één grote taak voor de politie om te zorgen dat daar een monitoring op komt op de kwaliteit en dat dat overal in het land hetzelfde is. Ik wil dat een burger uit Aarlen op eenzelfde manier behandeld wordt als een burger in Oostende. En daar twijfel ik nu soms aan, Steven, dat dat nog altijd het geval is. En dan heb je natuurlijk de federale politie. En dat is natuurlijk
Ja, die hebben het niet gemakkelijk tegenwoordig. Mm-hmm. Ze krijgen nogal vaak de schuld van iets. Als er iets niet klopt, de lokale zegt, we kunnen niet meer rekenen op de federale. De federale is een logge structuur, ze hebben niet meer genoeg volk. Als we iets extra vragen, het komt er niet meer. Ja, die hebben echt een hele belangrijke oefening voor de boeg van... Waar kunnen wij nu nog een meerwaarde vormen op die lokale politie, ja, die ook moet verstevigd worden en vergroot worden? Hè? Maar dan komen we ook tot de fusie van gemeentes, want ik denk niet dat je alleen politiezones moet fusioneren. Je moet ook grotere structuren van gemeentes en steden, grotere blokken krijgen. Dus er is een hele puzzel die moet gelegd worden. En dat stoort mij nu een beetje dat met veel goede wil men probeert binnen de huidige structuren verbetering aan te brengen, maar eigenlijk moeten we daaruit breken. We moeten uit dat karkaal breken. Groter denken eigenlijk. Ja, groter denken. Ja, veel groter denken. Ik noem het nieuw denken, hè. Mm-hmm. Dus, want ik geef altijd het voorbeeld. Het is niet Uber die de taxisector gedisrupteerd heeft. Het is niet Airbnb die de hotelsector disrupteert. Nee, men heeft een platform gecreëerd en wij als burger maken gebruik van dat platform. Mm-hmm. En zo maken wij dat die oude industriële context dat die volledig vernietigd wordt. Mm-hmm. Wat gaan we doen als er een platform komt in safety en security? En de vraag is niet of dat er komt, de vraag is gewoon wanneer dat het komt. Mm-hmm. En dat wil dan zeggen, degenen die de know-how hebben en de mogelijkheid hebben, die gaan zich richten, vanuit de burger zijnde zelf, richten naar dat platform om hun probleem opgelost te hebben. Maar zo gaat de reguliere politie zich ontmarten. En ik heb dat een beetje doemdenken misschien, maar dan krijg je inderdaad de haves, degenen die de mogelijkheid hebben, en de haves not. En dan krijg je dat verschil. En dan kom je zo naar die futuristische werelden van boven- en onderwerelden. En ik denk toch, als we aandacht willen hebben voor onze kinderen of kleinkinderen, dat we daar toch een tandje mogen bijsteken, zodanig dat dat niet zo ver komt. Sluit u op dat doemdenken een beetje aan? Of zegt u van nee, ik denk dat er vanuit de politiek wel wat mogelijkheden zijn om hier wat aan te sleutelen en te doen? Het zal niet alleen vanuit de politiek mogen komen. Daar ben ik van overtuigd. Er zijn al heel veel ministers die al van alles geprobeerd hebben met zeer veel goede wil. Jan Bon was daar zeker iemand van die daar zeer receptief voor was. Om daar een soort innovatieve shock te geven aan die politie. Ja, als minister van Binnenlandse Zaken. Maar het zal niet alleen één minister zijn die daar de verandering compleet zal teweegbrengen. Het zal voor een stukje van onderuit moeten komen, maar volgens mij moet er ook heel veel externe expertise. Ik geloof echt in die innovatieshock van mensen die extern politie is komen kijken van, wat zijn jullie nu eigenlijk aan het doen? Wat moeten jullie morgen doen? Dus ik geloof heel hard in een soort, ja, ik wil het geen adviesraad niet meer noemen, maar echt zo een soort innovatief kernteam, met mensen ook van buitenaf, die dat eens echt goed bekijken en die stappen durven zetten waarvan dat politiemensen vandaag zelfs niet denken dat ze mogelijk zijn, denk ik. En natuurlijk heb je dan de politiek nodig die dat ondersteunt, maar het mag niet alleen van de politiek afhangen. Ja. Zou dat ook iets kunnen zijn dat er meer volk dan geneigd zou zijn om bij de politie te komen werken, denk je? Ja, dus ik zal vertrekken vanuit de situatie vandaag. Vandaag is er een enorm tekort aan speciale, specifieke functies. Mensen die een bepaalde expertise hebben. Ik ga nu terug even naar het SKICC-dossier. Ja, mensen die daar financiële expertise hebben, die dingen weten over bitcoins en zo van die zaken, cryptomunten. Ja, dat is iets wat aan een normale flik, hè, om in de terminologie te blijven... Niets van weet of niet in de opleiding zit. Nee, dus je hebt, zou zelfs verdacht zijn, moest je er veel van weten misschien. Je hebt mensen nodig met bepaalde expertise en die geraken maar niet binnen bij de politie. Dat heeft enerzijds met statuut te maken, met aanwervingsvoorwaarden. Dus ook dat moet veel flexibeler. We zitten nog altijd uit dat karkon en zoals ik daarnet zei, we moeten eruit. Het moet nog te veel hokjes denken, klassiek hokjes denken. Net centrisch worden en niet gewoon politie. En dan, we moeten echt naar een platform gaan. Ja. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde die heeft al heel grote hervormingen aangekondigd met haar Staten-Generaal. Ja, waar staan we daarmee? Want dat, of was dat aankondigingspolitiek? Nee, ik weet dat volgend jaar in maart komt daar een tekst van uit. Dat zal nog zeker een zeer beklijvende en zeer mooie tekst worden, maar... Wat zijn teksten als het niet tot uitvoering komt? En dat is een beetje het probleem, want ik wil er net op ingaan. Ik kan u zeggen dat er ooit sprake was van zo'n beweging en groep onder Jan Bon. Zij hebben eigenlijk gekomen tot een comité D en die D stond voor disruptie. Ja? Ja. Dus echt nieuw gaan denken met allemaal mensen van buiten de politie. Ik denk niet dat we in die groep, ik denk dat we met 2-3 politiemensen maar aanwezig waren. Het was echt een know-how.
vanuit de grote industrieën, vanuit de echte verschillende expertises die samen zaten. Expertise die kan. Ja. Maar goed, ja, dan gaat de minister weg, komt de nieuwe minister en die vindt dat is van de vorige en die veegt dat van tafel. Dus moest dat niet gebeurd zijn in 2018, dan durf ik stellen dat wij dat nu hadden. Ja. Mijn kritiek op Staten-Generaal, met al mijn respect voor mijn collega's die erin zitten, maar dit is echt de inner circle. Hè. Mm-hmm. Dat zijn allemaal politieofficiers samen en ik vrees dat de eigen belangen, het gaat over de dienstjes en de postjes en niet vanuit de burger bekeken. Ja. Het is de burger die zal oordelen, want de burger heeft nu de tools om te sturen. Ja. Ja, en als je de burger daar niet bij betrekt en luistert naar de burger, zal er niet komen. Kijk op social media. Alle dagen, zelfs de reguliere media, staat er vol van hoe dat social media alles aan het beïnvloeden is. Ja? En wij zijn nog niet klaar met social media als politie. En artificiële intelligentie, blockchain, robotica en nog zoveel andere zaken komen als een tsunami. Maar komen dat tsunami over ons. Het is niet achtervol, want we hebben daar niks meer aan te doen. En dat is wat ik echt vrees. Het zal een prachtige tekst worden, maar dat het in praktijk dat het weinig toch niks zal opbrengen. Ja, ik wil daar zeker iets aan toevoegen. Dat is eigenlijk een beetje, ik wil nu niet cynisch klinken, maar de politiek is soms een beetje cynisch, is dat heel veel ministers hebben al heel goede ideeën gehad. En beginnen daar met de beste wil aan en die omringen zich met mensen en er zitten veel mensen met goede wil aan tafel. Maar dan worden er plannen bedacht, worden er studies uitbesteed aan universiteiten. En dan komt er een nieuwe minister en die zegt, ja, maar die studie is al 4 jaar oud. En hoe zou dat dan vandaag zijn? En er is een andere kijk. En dat is misschien niet helemaal mijn visie. En woef, dat werk gaat voor een stuk in de vuilbak. En men begint opnieuw. En zo ontstaat er een heel cynische cyclus, waarin dat er eigenlijk van alles wordt besteld. Studies, onderzoeken. Ja, de ideeën worden vernietigd, maar de praktijk gevolgd. Er gebeurt niks mee. En dus ik zal één concreet voorbeeld geven. En toen dat minister Jan Bon minister van Binnenlandse Zaken werd, 2014-2015, hadden wij al een heel sterke feeling voor die schaalvergroting. Omdat de uitdagingen van morgen en overmorgen, zelfs al voor een stuk voor vandaag, zitten niet in die kleine zones. Je kan dat niet met 60, 70 politiemensen. Dat is gewoon onmogelijk. Dus we moesten naar een schaalvergroting. Dat ligt gevoelig. Dat ligt niet alleen gevoelig bij de politie zelf, het ligt ook gevoelig bij burgemeester die hun eigen politie dicht bij hen willen houden. Men denkt dat dat een tegenstelling is. Dat is het niet, maar dat is een soort menselijke reflex. En dus wordt er een studie besteld met nog... Bruijs de Ruijver. En dat wordt in Vlaanderen, in Wallonië, later is er nog een stukje Brussel. Naar, die zones die hier nu al zijn samengaan, hoe is dat gelopen, wat zijn de gevoeligheden, wat is de ideale schaalgrootte, dat wordt een studie gedaan. En dus die studie wordt opgeleverd, eind 17, begin 18. Men denkt, nu kunnen we de volgende stap nemen. Boef, het valt. Er is in een zwart gat. En nu is men nog altijd diezelfde oefening aan het maken. En er is nog altijd geen beslissing genomen. Ik heb het geluk gehad, staat ook in mijn boek, ik heb het geluk gehad, op het einde van mijn loopbaan was ik kabinetchef van de waarnemend gouverneur in Oost-Vlaanderen. Dus die dergelijke zaken, fusies enzovoort mocht doen. En ik zat bij Bruijs de Ruijver in een back-office voor als hij met die studie bezig was. En ik kan u dat echt aantonen, zwart op wit. Kan je nu zeggen, want het staat er ook in, moest Bruijs de Ruijver niet gestorven zijn, want hij had wel de daad en de slagkracht. Dat was een figuur die kon verwezenlijken. Ook dikwijls ruzie gehad met hem, hoor. Dat was een zeer speciaal figuur, maar ik blijf hem eren. Was Gent, Evergem en Zelzaten, was dat één politiezone geweest. Kan je zelfs meer zeggen, er was geen van de drie korpschefs die korpschef ging worden. We gingen daar een pilootproject, er ging zelfs een burger zijn die dat doet. Voor Gent was dat enorm. Waarom? Ja. We hadden dan Hanzert havengebied in één zone. We hadden een internationale grens met Nederland, maar dat gaf opportuniteiten naar Europa toe. Enzovoort. Ik kan u hier zeggen dat Bruijs de Ruijver was nog niet begraven en het werd geliquideerd. Men dierf het niet terwijl het aan het leven was, maar hij was nog niet begraven en Hanzert onderzoek werd geliquideerd. Leuk. Dat is door inderdaad, omdat veel burgemeesters schrik hebben dat die fusies van politiezones, alhoewel dat het voor mij, dat is maar weer... De zaken waar we vandaag mee bezig zijn, dat is voor mij allemaal geen tel niet meer. We moeten nu proberen denken dat die burgemeesters schrik hebben dat als die fusies ontstaan, dat een voorloper is van fusie van een gemeente. En daar heeft me schrik van. Ja. Als we nu wat... Je sprak er straks over overmorgen. Ik ga nog wat verder in de tijd kijken. Wat zijn nu de allergrootste veiligheidsuitdagingen als je echt op lange termijn, pak nu 5 of 10 jaar... Kijkt, wat zijn de grote waar dat bij voor staan? Dat is en wat moeten wij eraan doen? Dat minder is het plannen, meer doen? Nee, meer doen.
Het zou zeer te ver leiden, maar ik heb dat zelf uitgewerkt in tijd voor het disruptiecomité. Hè. Dan moet je, een goed bedrijf werkt 70-30%, wat bedoel je ermee? Het zijn maar cijfertjes. 70% ben je doende met de dagdagse beslommering, 30% ben je bezig met volgend jaar personeelsbezetting, budgetten enzovoort. Ja. Dat is een goed bedrijf. In de huidige context moet dat 70-20-10 worden. Ja? Mm-hmm. 70 dagdagelijks, 20 volgend jaar en 10%. Als het maar 5% is, was het ook al schitterend, met de day after tomorrow. Ik heb dat geleerd van Peter Gensen, van wat kan er overmorgen gebeuren en hoe gaan we vandaag daarmee bezig zijn. Ja. Metaverse. Iedereen zit daar weer naar te kijken, lijkt dat we 15 jaar geleden gekeken hebben naar social media. Ja? En dat was allemaal van geen tel. Mag ik toch één voorbeeldje geven? De e-mail. Social media avant la lettre. Ja. Heeft volledig de post doen verdwijnen in ons land. Ja. Omdat we daar geen rekening mee gehouden hebben. We noemen dan nog de post, maar dat is geen overheidsinstelling meer enzovoort. Metaverse, artificiële intelligentie, wat gaat dat? Hè? Weten we het? We hebben allemaal gekeken naar America's Got Talent, naar onze Vlaming die er was, die er enorm gescoord heeft. Ja. Maar weet je wat dat eigenlijk kan teweegbrengen? Ja. Dus dat wij overmorgen, dat mijn kleinkinderen, gelet op alles wat ik op social media en op het internet gedaan heb, als ik sterf, kunnen zij mij oproepen en met mij een gesprek aangaan. Ja, jongens, hoe gaan we daarmee omgaan in de toekomst? Privacy, de hot item. Er zijn een paar mensen mee bezig, maar algemeen, wie is er mee bezig? Niemand. En het is daar dat we dringend, x aantal procent van onze tijd en middelen moeten investeren in overmorgen. Zodanig, als we tegen dat we zijn, dat we er klaar voor zijn. Ja. Als we blijven hier bakkeleien over politiezonetjes en vergroten en zo. Het is bezigheidstherapie. Ja. Maar dat zal leiden tot het, wat ik altijd genoemd heb, het ontmarten. Zich buiten de markt zetten. En daar heb ik schrik voor. Ja, iets waar ik ongelooflijk veel schrik voor heb, omdat ik ongeweldig onder de indruk brengen van die technologie, is die deepfakes, waar we het net over gehad hebben. Ja, moet je dat eens voorstellen, wat dat betekent in ons veiligheids- en rechtssysteem, dat als iemand iets zegt, dat je eigenlijk niet meer kan zeggen dat het niet gebeurd is, of dat het wel gebeurd is, maar je moet daar eens bij stilstaan, wat dat wil zeggen. Ja, ik kan niet meer geloven wat je ziet. Dus we gaan maar eens kijken naar bewijslast, naar rechtszaken. Ja. Dus dat wordt heel moeilijk langs beide kanten. Heeft iemand dat nu wel gezegd of net niet gezegd? Mm-hmm. Dus dat is een ongelooflijke uitdaging waar niemand op dit moment klaar mee is, denk ik. Niemand, zeker onze veiligheidsdiensten niet. Dus daar maak ik mij gigantische zorgen in. Maar wat ik ook nog wou zeggen, is dat die beslommeringen van vandaag... Ik ben het daar echt mee eens dat dat nu veel te veel aandacht neemt, maar dat is ook omdat er nooit geen vooruitgang is. Dus moest er een plan zijn op 5 à 10 jaar, met een horizon, met heel concrete doelstellingen. Binnen 6 maanden moeten we dit, binnen 8 maanden moeten we dit. Dat er wat ritme zou inkomen, meer dynamiek. Maar nu is alles wordt op de lange baan geschoven, alles wordt uitgesteld. Ik denk dat een echte revolutie die nodig is, pas nodig gaat zijn... En dat is het spijtige, maar dat is heel vaak zo, als het implodeert. Ja. Het gaat eerst moeten imploderen voor men een stap voorwaarts gaat kunnen zetten. Dat is mijn cynische inschatting. Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar ik vrees ervoor. En misschien dat het gebrek aan financiële middelen bij zo'n eerste vonkje zou kunnen geven om tot de implosie over te gaan. Omdat je dan creatief moet zijn, er is geen geld. Ik ga je een voorbeeld geven, dat is gewoon een feit. 90% van de politiebudgetten nu, en zelfs is al 91%, gaan naar personeel. Kun je dat voorstellen? Personeel, dus dat is een blok van meer dan 90% dat gewoon verdwijnt naar personeel. Terecht, die mensen moeten betaald worden, maar dat wil zeggen dat je bijna geen ruimte meer hebt voor je werkingskosten, je normale werkingskosten, laat staan voor grote investeringen. Dus dat is echt een gigantisch probleem. Een gezond bedrijf, dat is 70-30. Dus dat is gewoon echt problematisch. Zolang we dat met 184 zones, lokale zones, 184 communicatiedienst, 184 personeelsdienst, 184 koffers met secretariaten, daar zou al enorme efficiëntiewinsten te kunnen maken. Maar nog eens, ik begrijp dat menselijk, want je moet durven in de huidige evolutie, in de snelheid die er is, eigenlijk in de eerste plaats jezelf in vraag stellen. Wat zit ik hier nog te doen? Ben ik nog nodig? Ja. Menselijk is dat natuurlijk zeer moeilijk om dat te zeggen van eigenlijk moet ik hier niet meer zijn. Ja? Ja. En daar zouden we oplossingen moeten bieden naar mensen toe die inderdaad die stap wel durven en willen zeggen van kijk, nee, wij moeten vooruit. Okay, en herscholen misschien. Ik geloof daar zelfs niet meer in. Nee, gewoon laten uitdoven. We leven nieuw.
Ja. We leven in een nieuw tijdperk. Die mensen en veel, en dat allemaal begrijpelijk, maar die zijn daar niet meer. Ik heb daar ook een voorbeeld. Hè. Als e-mail bij de politie geïntroduceerd was, en dankzij die hervorming, wij hadden dat allemaal bij ons. Hè. Ik heb dat ook in de praktijk gezien. Toen de ouderen die zeiden, die e-mail die verandert, doe ik het niet aan mee. Ja. Er werden opleidingen voorzien. Het zal wel duren. Ziek worden enzovoort. Ja. En ik kan dat mathematisch bewijzen dan in het kort, want de e-mail brak door. Ja. En die gingen allemaal in pensioen, want ze waren niet meer mee. Hè? Ja. Het toffe is wel, men heeft een seniorenvereniging, Amigo Berin, en ze worden allemaal uitgenodigd per e-mail. Ze hebben het achteraf allemaal geleden. Maar dat gaat nog maar over de e-mail. Ja, ja, Als je nu alle social media, de telegrams, allemaal ziet van deze week, hoe dat allemaal wat impact heeft. Je kan Zelensky, al zijn speeches, dagelijks met hem gaan communiceren, dagelijks. Hoe zou dat vroeger kunnen hebben? Het zijn die vernieuwingen die we echt moeten uiten. Hè? Want het traditionele, midden jaren 80, hadden we eigen terrorisme, de CCC. We hadden de Bende van Nijvel. Mm-hmm. We hadden het Heizeldrama. Ja. Al die feiten, gelukkig geen social media. Op dat moment kun je je voorstellen dat dat allemaal op zo'n korte tijd plaats greep. Ja, en uiteindelijk heeft het geduurd tot 98 voor de politiehervorming. Want alle parlementaire onderzoekscommissies rond die problematiek was de politie moet hervormd worden. Toenmalig nog Rijkswacht en gemeentepolitie. Ja. Ja. Het heeft tot 98 geduurd. Waarom? Dutroux. Ja. Niet omdat hij kindjes ontvoerde, niet omdat hij kindjes vermoord heeft, maar omdat hij een boswandeling maakt. Bijna een jaar voor de verkiezingen. En dan kwam Hans het dossier in aanleiding. Ik had ook gehoopt en gedacht dat 2016, zijn we dat toch nog niet vergeten, hè? 22 maart, de aanslagen in Zaventem, dat ook een trigger kantor zou zijn om een fout woordspeling te hebben. Gewoon door politiek enzovoort, want ik ben daar, natuurlijk is dat kapulen, maar ik blijf er, als we terug naar de basis zouden gaan, dat is een van mijn punten die ik erover heb, de digitale wijkagent, want we zijn dat kwijt. Hè. Ik heb niks tegen de Botinikus en de Kagoelkus, hoe dat je ook noemt, maar dat is eerste lijnspolitie geworden. En dat begint verschrikkelijk. Wij moeten terug naar de basis. Wat moesten we in Brussel? Wijkagenten gehad hebben, dat ik gekend heb, die kende gans een buurt. Dan durf ik bijna zeggen dat het nooit zo ver had gekomen. Want die waren al getraceerd en gekenbaar gemaakt en die informatie was al doorgegeven. En dat zijn we vergeten door 1001 reden. We hebben die politiehervorming 98, waar dat keihard achter stond, maar hebben die nooit of nooit bijgestuurd. Ja. Welk bedrijf die in 98 wordt opgericht is en heeft zich niet bijgestuurd, dat bedrijf is failliet. Ja, dat is wat jij eigenlijk ook zegt. Hè. Het is tijd van iets te gaan handelen en minder plannen te maken. Goed, het voordeel van een expert is dat hij eeuwig kan blijven babbelen. U bent ook een expert natuurlijk. Jullie blijven natuurlijk bezig met het onderwerp. Het nadeel is, we raken nooit uitgepraat op deze manier. Gelukkig is er nog altijd het boek Quantum Veilig, waarvan we nu de titel goed begrijpen. En jullie aanwezigheid op de social media natuurlijk. Hartelijk dank voor jullie komst. Ingvild Ingels en Steven de Smet. Graag gedaan. En zo zit ook deze aflevering er weer op. Ik dank mijn gasten Michael Freilich, Steven de Smet, Ingvild Ingels en Joris Nachtegalen. Tot een volgende Studio Vlaanderen.